Wat vindt u ervan als u in de wintertijd zelf de deuren van de winkel open en dicht moet doen? Geen enkel probleem. Dat doe ik thuis ook. Laat ik ook geen deur openstaan. Dus nee hoor, vind ik niet erg. Maar ik vraag u dit omdat de consument het helemaal niet uitmaakt of de deur open of dicht is. Nee, dat klopt. En ik denk dat het nu automatisch dat je naar binnen loopt omdat de deuren openstaan. Als nou in één keer de deuren dicht zijn, dat je even moet wennen. Maar als het heel veel energie kan besparen, vind ik het een hele kleine moeite voor een heel goed doel. Ik vind het heel na als je langs de winkels loopt en lekker open. Dan loop je veel sneller naar binnen. U vindt het uitnodigend? Ja. Ja, nou, ik vind het... Ja, ik heb een andere mening. Ja. Zouden ze de hele winter dicht moeten gaan in Almelo bijvoorbeeld? Ja, kijk, ik snap het met de energierekeningen allemaal, dat begrijp ik. Maar het is toch, ja, ik vind het toch niet prettig. Nee. Oké, dat is uw persoonlijke mening natuurlijk, hè? Ja. En dat mag gezegd worden. Ja, ik vind het heerlijk dat de deur open is. Dan voel ik me ook verbonden met de buitenwereld. Als ik alles dicht heb en ik ben binnen, dat vind ik niet prettig. Maar ik vind het beter dat ze mooi dicht doen. We kunnen de deur zelf wel openmaken. Scheelt weer. Dat vind ik heel goed. Ja. Waarom vindt u dat een goed idee? Nou, vanwege dus dat energieschaarste is. Ja. Maar niet alle winkeliers zullen het met u eens zijn. Nee, die vinden dat een beetje lastig voor de klanten. Dat je niet zo makkelijk naar binnen loopt. Ja, nou, als je toch naar binnen wil, dan ga je die deur wel open doen. Ja, als je speciale bedoelingen hebt om iets te kopen... Dan weet je de juiste winkel toch te vinden. Ja, precies. Ja. Maar goed, voor de ene persoon is het misschien uitnodigender wanneer de winkeldeuren openstaan. Nou ja, ben ik het dus niet mee eens. Nee. Ja, dat is kleine moeite. Dat bespaart, hoe zeg je dat? De winkel weer geld, helemaal nu met die energie. Zou het een goed idee zijn in Almelo om de winkeldeuren dan gesloten te houden? Ja, als winkelmedewerkers dat graag willen, ja. Als die mensen daardoor minder stoorkosten hebben. Het is natuurlijk wel minder uitnodigend voor het winkelende publiek. Maar ik denk, gezien de energieprijs vertegenwoordigd, dat mensen daar geen probleem mee hebben als het dicht is. Want iedereen begrijpt toch wel waarom het is. Ja. Nou, dat is toch mooi, dat de mensen toch zover nadenken. Dat ze zeggen van ja, het maakt ons niet uit, want we weten waarom. Dat vind ik een goed iets. Ja, dat vind ik zeker. Waarom vind je dat een goed idee? Nou, ik denk dat de winkels dan minder hoeven te stoken. Dus er wordt een lagere energieprijs voor de winkel zelf. En winkels hebben het al niet zo makkelijk in deze tijd. Ik snap ook wel het argument dat het misschien minder open overkomt. Dat je eerst de deur moet open doen en dan pas in een winkel terechtkomt, zeg maar. Maar ik denk dat daar ook wel iets aan te doen is met bijvoorbeeld stickers op het raam of zo. Tegenwoordig met die energieproblemen vind ik het zelfs aan te raden dat de deuren dicht gaan. Ja. Want ik vind het zonde. Is het een goed idee om dat voor de winkeliers verplicht te stellen? Ja, zou ik wel doen. In deze tijd wel. Ja, want ik vind toch wel veel energieverspilling. En we moeten allemaal wel letten op de energie tegenwoordig. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Want het is natuurlijk nu allemaal met je energiekosten erg duur. Dus ik snap dat de winkels ook moeten bezuinigen. Dus dat je dan zelf de deur open moet doen, dat vind ik dan verder een prima idee. Ja. Zou het een goed idee zijn dat alle winkels in Almelo de deuren gesloten houden wanneer het kouder is? En toch laten blijken dat hun zaak open is. Ja, dat vind ik wel. Want ik heb al wel her en der een briefje gezien van we zijn wel open. Maar vanwege de energiekosten houden wij de deuren gesloten. Ja. Dus Ja, dan kunnen ze beter dicht doen. Dat vind ik dan mijn mening. Maar dat gaat allemaal verloren, ja. Ja. En de kosten die stijgen de pan uit. En ik denk dat het nu automatisch dat je naar binnen loopt omdat de deuren openstaan. Als nou in één keer de deuren dicht zijn, dat je even moet wennen. Maar als het heel veel energie kan besparen, vind ik het een hele kleine moeite voor een heel goed doel. Vindt u het uitnodigender als een winkeldeur open is? Ik denk het wel dat het uitnodigender zou zijn omdat je gewend bent dat alles nu open staat. Het maakt mij ook niet uit als er staat op de... Op de deur van de deur graag sluiten in verband met energie, ja. Kleine moeite. Moet het meer vanuit de winkeliers komen, ja. Vindt u? Ja, en het is voor hun eigen, kost hun zelf ook hartstikke veel geld. Ja. Dus dat is een mooie win-win situatie dan? Als de prijzen inderdaad omlaag gaan, want ja, de prijzen zijn natuurlijk van energie nu heel hoog, ook voor die mensen. Dus voor mij mogen ze prijzen zo laten zoals ze zijn, zodat hun tenminste ook hun... bedrijf kunnen voortzetten. Vindt u dat het verplicht moet worden opgelegd aan de winkeliers om hun deuren
in de herfst en in de winter dicht te houden? Nou, daar hou ik niet zo van die verplichting. Ik denk niet dat je mensen kunt verplichten om zoiets te doen. Wat zou een goede oplossing zijn, volgens u? Ik denk dat het beste is dat je dat aan de winkeliers zelf overlaat. En ik denk dat de meesten er geen probleem mee hebben om de deuren dicht te doen als het hun in de stookkosten scheelt. Nee, ik denk dat elke winkelier of elke winkelketen dat zelf moet beslissen. Ja, nu krijg je de landelijke ketens, hè, die leggen vaak één norm op. Mm-hmm. Van, we houden de deuren open of we houden de deuren dicht. Ja. Maar de winkels die niet bij een landelijke keten zijn aangesloten, die mogen dus zelf beslissen. Ja. Dat is jouw voorstel althans. Ja, dat vind ik wel. Maar goed, dan krijgen we nog niet alle winkeliers over de streep. Maar ik denk als winkeliers echt zouden willen dat het een kleine moeite is om alsnog die deur even open te doen. En waarom willen ze zijn weg? Ja, precies. Ja. Waarom willen ze dus zijn weg? Inderdaad. Dank. Maar ik vind iedereen kan opletten. Ik doe het zelf ook thuis. Ik doe de kachel wel een graadje lager. En ik vind het belangrijk dat mensen zich daar wel bewust van worden nu. Daarom is het goed dat ook de winkeldeuren dicht blijven. Nou ja, deur dicht, maar de deur is los. Okay.